Beste kijker van de Nieuwe Wereld, als uitzendingen als deze je bevallen, steun ons dan. Met een kleine bijdrage of een grote gift. Dit is onze eindejaarsactie en we hebben jullie nu nodig. Als je door het jaar heen wil helpen, kies dan voor een bijdrage via Petje Af. Dat kan het hele jaar door, elke maand. Dank. Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast is Jelle van Baardewijk. Jelle, wat heb ik hier zin in? Ja, goed hé. We gaan gewoon een lijstje doen. Ja, het is het einde van het jaar. Ja. En het is altijd leuk om lijstjes te maken. Dan. Ja, nou jij hebt me geenthousiasmeerd. Ja. En eigenlijk had je wel een heel goed punt. Een lijstje van podcast. Ja, die wij zelf hebben geluisterd. Ja, en toch wel een heel belangrijke voeding. In ieder geval voor mij zijn. Voor dus mij podcast ook. Podcast is een heel groot onderdeel van mijn leven geworden. En dat is natuurlijk het gekke dat wij het zelf ook maken. Ja, ofwel, wij doen eigenlijk podcasts. Hè? Dus we hebben meer luisteraars op YouTube die ook kijken. Dus hoe noem je dat dan? Ja, videopodcasts, podcasts. Okay. Maar je ziet ook wel dat op Spotify nu bijvoorbeeld Joe Rogan, die doet ook met beeld. Hè? Dus... Heeft hij altijd gedaan, hè? Ik kijk ook graag, hoor. Dus bij de afwas of op de fiets of zo, dan ga ik ook soms even echt kijken. Dus ik luister veel, maar ik vind het ook wel belangrijk om even te kijken hoe mensen erbij zitten. Het is maar net, wat vind je dan podcast? Voor mij is het in ieder geval meer een gesprek. Ja, dus wat wij hier ook doen. Ja. Dus of het nou beeld is of niet, dat maakt me eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Het is niet... Het is echt luisteren naar elkaar. Lengte. Dus bij Joe Rogan kan het zelfs 3 uur zijn. Ja. Maar Lex Vrieman neemt ook gewoon echt lekker de tijd. Dan zijn wij eigenlijk kort. Dat je echt de verdieping in kan gaan, omdat het dus meer tijd is. En voor mij is het toch op latere leeftijd alsof ik in één keer weer helemaal opnieuw leer. Ik word zo uitgedaagd in denken. Ja, mijn vrienden kunnen dan soms een beetje saai daarbij afsteken. Ja. Of een partner die in bed ligt, zeg maar. Dan denk ik, nou, ik vind deze podcast interessanter. Dan dat wat jij te zeggen hebt. En we hadden natuurlijk zaterdag dat event. En het is natuurlijk, nou, ik ben heel dankbaar. En jij volgens mij ook, dat wij dan ook een beetje die rol voor mensen kunnen spelen van toch verdieping. Hè? En dat is natuurlijk ook een payoff die ik nooit zeg. Verdiepende gesprekken in de tijd van verandering. Oh, je kan het wel dus. Soms denk ik ook wel juist. Ik heb heel lang over gedaan. Maar die, de geest prikkelen. Dus wat is het voor mij? De geest prikkelen. Mm. En ik zelf luister heel graag, dat was ook altijd al met boeken, waar ik gewoon niks van begrijp. Dan word ik maximaal uitgedaagd. Ja. Maar als je dan wat volgens mij jullie academische veel meer moeten doen van herhaal nou eens wat je hebt gelezen. Of herhaal nou eens wat je hebt gehoord. Nou, heel vaak zou ik daar helemaal in mislukken. Maar het maakt me toch gelukkig. Ja. Nou, je zegt een hoop mooie dingen. Nu jij. Ik denk dat er wel een onderscheid te maken is tussen podcasts die meer een vorm hebben van alsof iemand naast je bed ligt te kletsen en inhoudelijke podcast. En dat vooral die kletspodcasts in Nederland heel populair zijn. Maar wat is dan een kletspodcast? Nou, dat gaat meer over hoe gaat het met je? Hoe zit je vandaag in je vel? Wat heb je voor film gekeken? Luister jij daarnaar? Ik luister er niet naar, maar ik denk dat het succes het is. Dominante genre is. Ja, maar we zaten een beetje ook over onszelf. Wij zitten aan de inhoudelijke kant. Ja. Hè? Dus, maar ik vind het wel altijd leuk, toch, dat er iets persoonlijks in die podcast zit. Hè, dus ik zal zo meteen ook wat voorbeelden laten horen daarvan. Maar een ander ding wat ik leuk vind, wat ik ook bij jou beluister, is... Kijk, het zijn gesprekken en geen hoorcolleges. En toch vind je het eigenlijk leuk als er iemand in gesprek is die heel veel weet. En dat is natuurlijk een spanning, ook hier aan tafel wel. Want in hoeverre positioneer je jezelf als gesprekspartner? En in hoeverre accepteert iemand dat ook? Dat is ook nog heel moeilijk. Je moet iemand hebben die dat karakterologisch gezien ook als optie ziet om met je in gesprek te gaan. Niet een groot ego heeft enzovoort. Nou, die heb je wel. Maar dan is het dus een balans. En dan vind ik het toch wel leuk om naar podcasts te luisteren die wel host-driven zijn. En niet per se guest-driven. Dus wat ik gaaf vind aan Jordan Peterson bijvoorbeeld is, hij is echt zelf voortdurend aan het woord en brengt dingen in en zet mensen in de hoek, haalt mensen uit de hoek en krijgt zoiets van een verhaal verteld. En daarom duren ze ook zo lang, denk ik.
Wat een hoorcollege, iemand kan zijn punt natuurlijk prima in 1,5 uur uiteenzetten. Maar het leuke is dat mensen ook zelf hun associaties delen, iets persoonlijker maken. En dan heb je natuurlijk veel meer tijd nodig. Ja, ik vind, kijk, voor mij is bijvoorbeeld Lex Freeman, Joe Rogan. Dat zijn wel grote jongens. Jordan Peterson. Daar luister ik heel graag naar, maar ik ga naar Joe Rogan. Ik ga niet naar die gast. Ja. En dat is wel het verschil met radio en tv. Dat zie je nu ook met die wisselingen op Opeen en zo. Dat je verbindt eigenlijk toch uiteindelijk als kijker niet echt met de presentator. Een podcast is echt niet guest-driven, maar host-driven. Dus je gaat inderdaad naar Joe. Maar jij als maker? Ja, dat weet ik niet of ik dat waar kan maken. Zijn wij misschien wel in het leren. Ja, zijn we in het leren, ja. Ja. Ik vind het wel gaaf om zo nu en dan iets meer ruimte in te nemen. Maar je merkt dat mensen nog niet echt aan toe zijn. We hebben dat echt moeten leren ook aan onze luisteraars. Nou, Ad kan het natuurlijk heel goed, hè? Die kan echt de meest interessante gasten, die kan die gewoon uitnodigen voor een college van hem. En dat gaan ze er ook nog voor, ja. Ja, maar hij krijgt natuurlijk ook heel vaak 22 stroom dan in allerlei commentaren. Ja. Dus omdat ze toch nog heel erg gewend zijn aan interviewvorm. Ja. Ook als we bijvoorbeeld bij Nieuws van de Wereld, van de Week, als we dan iemand uitnodigen en dan vooral jullie zijn aan het woord, dan krijgen jullie daarvan langs. Ja. Maar dat is dus het format van een podcast. Ja. En ja. Dat is ook leuk. En ik vind het ook. Ja, maar je gaat er steeds meer van houden. Dus je zit in een leercurve. Ja. En dan kom je op een gegeven moment op een omslagpunt. Hè, zoals bij mij ook gegaan. En dan in één keer wordt die host dus belangrijker. Ja. En dan wil ik nog even op het leeraspect terugkomen. En dat is iets wat ik dan even vanuit mezelf vertel. Ik kan heel goed leren van mensen die ik mag en die ik als een mentorfiguur beschouwd. Ik heb ook al eigenlijk mijn hele leven lang ook al dat ik vrij gemakkelijk voor mezelf kan bedenken. Oh, dat vind ik een inspirerend iemand en dat. En dan ga ik daarbij studeren of mee praten of mee afspreken of een biertje mee drinken. Dus voor mij is het belangrijk. En dan wanneer zo iemand dan wat vertelt aan me, dan komt het ook sneller binnen. Alsof je toch een kleine shortcut krijgt naar mijn geheugen en naar mijn wereldbeeld. Terwijl als iemand zomaar iets vertelt, anoniem, zonder dat ik weet wie het is. Heb ik ook bijvoorbeeld op de opiniepagina, dan zie ik dat iemand een opiniestuk heeft geschreven. Of op Twitter, bijvoorbeeld Josse de Voogd of zo, die zegt wat. En dan klik, daar kan ik veel beter op inklikken. Want ik ben al gewend hoe hij spreekt en wat zijn beelden zijn. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Dus dat is iemand die, daar kan ik snel downloaden. Ja, en dan is het leren dus wel. Dus aan de ene kant is een podcast natuurlijk iets vertellerig. En het ligt niet voor de hand om aantekeningen te maken. Aan de andere kant, doordat je diegene kent, wordt het wel een soort van onderwijzer voor je. En het is natuurlijk zo dat mensen hun stokpaardjes hebben en preoccupaties. Hè? Dus we hebben hier bijvoorbeeld het belang van het Nederlands als academische taal. Coronacritiek, ander perspectief op Oekraïne. Nou, en je ziet dus dat de mensen dus ook gedurende gesprekken, dus bijvoorbeeld 5, 6 gesprekken van mij over de Nederlandse geschiedenis volgen. En dan weten ze ook, ja, Jelle is ook geen historicus. Maar die vindt het ook interessant. En dan kunnen ze dan hopelijk via mij dat dieper in hun neurale circuits laten ingraveren. Waardoor ze zelf een keer op een feestje er ook over kunnen vertellen. Of in ieder geval hun oordeelsvorming over Nederland als land kunnen verbeteren. En dat heeft toch, ik hoop dat ik die faciliterende functie wel ook heb. Ja, bescheiden ben ik. Bescheidenheid zie je te mens, maar we proberen het. Maar ik luisterde op de weg hier naartoe vandaag de podcast. Omdat jij die ook nog even tipte naar mij van Lex Freeman met Jeff Bezos. En goed, mensen als Elon Musk of neem toch een beetje best wel de mensen die veel invloed hebben op het mens- en wereldbeeld waarin we leven. Ja. Dat je door ook weer de lengte, maar ook dat je, hoe ademt diegene? Weet? Dus ook als ik slik, dan staat dat er ook onder. Ja. Dus het is de camera is echt genadeloos. Bij Jeff Bezos zag je net zo zijn borstspieren zo omhoog gaan als die even ongemakkelijk was. Dan, ja, dus dan zat je, veegde die spiermassa zo mee. Ja, dus jij ook zei, ja, maar zie je die borstkas? Dus het is heel intiem ook. Hè? Dus dat je hebt ook het gevoel, ik ken diegene. Je duikt in als bijna in één keer is hij een soort vriend of zo, of waar je mee aan de biertap staat. En dat je hun, stel voor dat
dat we Plato of zo ook zo in een podcast hadden. Dus ja. je kijkt in één keer dieper in een geest van hoe beweegt zijn hand, hoe haalt hij adem, hoe beweegt zijn borstkas. Bij Lex vind ik dat zo mooi. Ik ben trouwens, dus Jordan Peterson beschouw ik als een van waarschijnlijk de beste podcaster van de wereld. Dus dat is mijn smaak. Laat ons even weten wie jullie geweldig vinden. En ook, ook al iets klaar trouwens. Maar, hoe jullie ook kijken naar dat host-driven ideaal. Wat wij moeten doen. Ja, wat we willen doen. Waar we balans in zoeken. Maar ik vind het altijd wel. Ik vind hem vaak zo chagrijnig, zo in zichzelf gekeerd. Alsof hij dan net van het programmeren Lex. Terugkomt. En dan zit hij zo ook naar zijn papier te kijken. En dan stelt hij dus die vragen. En soms is hij ook al heel opgewekt. Maar hij is daar niet. Maar weet je wat. Kijk, Lex is een van de weinigen, vind ik, die gewoon een stropdasje en zijn geschoren hoofd. En kijk, ik vind heel veel van zijn gasten zijn opgepompt en die zijn helemaal bezig met hoe ze gefilmd worden. Hij is eigenlijk best wel nerderig in hoe hij dat aanpakt. En dat vind ik dan ook. Hij zit er ook wel eens echt te zweten. Zoals nu bij Jeff Bezos vond ik hem ook moeilijk doen. Ik vond dat bij Andrews ook. Die gaan we zo meteen nog kijken. Ja, dan heb ik dan ook respect voor. Hij zit gewoon echt geconcentreerd te luisteren. Terwijl je denkt eigenlijk, hoeveel vragen stelt hij nou? Ik stel veel meer vragen. Lex is niet. Lex loopt niet over van de vragen. Mag ik even? Nou, ik ben een beetje verliefd op Lex. Echt? Ja. Hoe kun je nou op Lex verliefd zijn? Ik ben dol op die nerderigheid. Ja, oké. En hij. En dat zijn er veler, dus dat is ook wel een soort groep. Daar hoort Jordan ook bij. Ja, ik ga het uitleggen. En daar hoort veel van die grote podcasters, die willen ook een goed mens zijn. En die denken na over wat is een goed mens. En een goed mens is ook kwetsbaar. Praat over zijn zwaktes ook. En wat hij kan verbeteren. Ja. Dus dat zijn grote thema's. Dus ja. Lex post ook regelmatig. Ik voel me gewoon vandaag zo neerslachtig. Ja, dat is leuk. En ik heb laatst ook echt zo sterretjes naar hem gestuurd. Ja. Ach Lex. Ach kom maar. En dat is. Hij brengt. Volgens mij heeft hij nog geen relatie. Misschien inmiddels wel. Maar in ouderen. Ik luister ook veel ouderen van hem. Dan zegt hij ook altijd. Ja. Hoe kom ik nou aan een vrouw? Ja. Nee, het is ook wel schattig. Hij stelt ook altijd aan het eind dezelfde vraag. Hè? Heb je advies voor jonge mensen? Ja. Heb je dan? En elke keer lijkt het weer alsof hij het opleest van zijn papiertje. Alsof hij vergeten is wat zijn laatste vraag is. Ja, maar hij het heeft ook iets heel schattigs. Hij introduceert ook altijd van ik probeer een goed mens te zijn. Dus ik ga proberen dit. Bijna een soort christelijk iets van. Nou, ik ga proberen de goede vraag te stellen. Maar vergeef me als ik dat niet doe. Nou, maar hij heeft ook echt wel de grootte der aarde. Hè? Ik snap wel dat niet hij. Niet normaal. Ja, nou, ook Jeff Bezos. Die is nog nooit volgens mij geïnterviewd. Nog nooit. En wat viel tegen. Oh, wat een lichtgewicht. Wat een absoluut lichtgewicht is die Jeff Bezos. Als je dat vergelijkt met Elon Musk, het is gewoon een vuile marketeer ten opzichte van een engineer-filosoof. Luister, ik kreeg de slappe lach. Ik kreeg echt de slappe lach, want hij doet gewoon Elon Musk na. Dus hij doet heel erg alsof hij nu ook in één keer weet hoe zo'n raket werkt. Dus hij gaat daar in één keer een soort de engineer uithangen. Van ja, dan moeten we dit en anders ontploft dat niet zo. Maar je gelooft het voor geen meter gewoon. Dus in één keer is het een soort mannelijk binnen die testosteron bom, zeg maar, helemaal bovenin. Van je bent geen manager, maar je weet echt iets van productie. Ja. Nou, dat was flinterden. Wat was Flynn? Over dun gesproken, die spierballen van hem. Zou die nou echt sterk zijn of is het alleen maar beeld? Nee, dat is zeg maar ook nieuw. Tenminste, dat is al een tijdje. Heel veel podcasters zijn opeens heel erg gespierd. Ja, maar dat is dat hormone replacement. Ik zit daar zelf ook aan. Allang. Dus alleen niet zo overdreven als zij doen. Dus dan word je wat ouder. En dan gaan heel die hormonen zeg maar hun eigen weg. En zij praten daar ook openlijk over. Dus zij gaan hormonen bijslikken. Daarnaast trainen ze zich ook helemaal de rambam. Elke dag met tegenzin trouwens? Dat vertelde Jeff. Ja, Jeff wel, maar Joe Rogan bijvoorbeeld niet. En Lex Freeman en dingen. Ja. Dus die sporten gigantisch veel. En vaak echt wel 4 uur per dag. En Jeff, dat is dan ook weer zo'n grap. Elon Musk en Jeff, Jeff is dan nu zo'n testosteronbommetje. Die heeft nu ook eindelijk dan spieren. En Elon Musk zegt van, ik eet gewoon een bagel. En die is gewoon super chubby, weet je wel. Dus die heeft borsten, vrouwenborsten en zijn buik hangt. En het heeft gewoon scheid. Ja.
Dus dat is ook weer in een manbeeld. Omdat hij zoiets, ja, ik slaap gewoon in de fabriek. Hij is daar echt, weet je wel. Ja, maar Jeff Bezos doet gewoon echt Elon Musk. Nee, maar die werkt niet meer. Die is met pensioen. Dat bleek ook wel uit het gesprek. Ja, nou ja, goed. Maar zullen we naar een fragment gaan kijken? Ja. Want we zijn al een kwartier bezig. We gaan even kijken. You've been investing in tech companies for about, let's say, 20 years. Yeah. And about 15 of which was with Andreessen Horowitz. What interesting trends in tech have you seen over that time? Let's just talk about companies and just the evolution of the tech industry. I mean, the big shift over 20 years has been that tech used to be a tools industry. For basically from like 1940 through to about 2010, almost all the big successful companies were picks and shovels companies. So PC, database, smartphone, you know, some tool that somebody else would pick up and use. Since 2010, most of the big wins have been in applications. So a company that starts in an existing industry and goes directly to the customer in that industry. And, the early examples there were like Uber and Lyft and Airbnb. And then that model is kind of elaborating out. The AI thing is actually a reversion on that for now, because like most of the AI business right now is actually in cloud provision of AI APIs for other people to build on. But the big thing will probably be an app. Yeah, I think most of the money, I think, probably will be in whatever. Yeah, your AI financial advisor or your AI doctor or your AI lawyer or, you know, take your pick of whatever the domain is. And what's interesting is, you know, the Valley kind of does everything. The entrepreneurs kind of elaborate every possible idea. And so there will be a set of companies that like make AI something that can be purchased and used by large law firms. And then there will be other companies that just go direct to market as an AI lawyer. Jij zei Mark Andreessen, dat is de bom, die weet het allemaal. Ja, maar... Het klopt ook hoor. Dat ik dit mag horen, dat maakt mij extreem gelukkig. Ja, ik weet niet of ik de woorden voor ga vinden, wat dit met mij doet. Ik heb 3 keer geluisterd. Het scherpt mijn geest. Als je het dan over waken en ontwaken. Dus ja, alsof ik een soort shot krijg van... Wake up, denk na. Dit heeft toch een soort. Dat meisje wat ik ook al toen ik jong was, zeg maar, in Oosterhout en wat de wereld wilde ontdekken en mee wilde doen. En als ik dan zo Mark Andreessen denk: wow, ik wil meedoen. What the fuck, wat zeg je allemaal? En iets van ja, het avontuur. En hij zit daar middenin. En dat ik dat kan horen. Dat dus niet een journalist ertussen zit en daar dan weer een of ander kletsverhaal vind ik dan van maakt. Maar dat ik het van hem zelf hoor. Hoe hij denkt als ondernemer, hoe het wereldbeeld is. Hoe diegene die daar eigenlijk toch een beetje aan de knoppen draait, ook vanuit Silicon Valley, hoe dat is gegaan. En uit eerste hand, dat uit eerste hand vind ik ook zo... Ja, het is grappig, want het is ook de inhoud van wat hij zegt. Hè? Hij zegt, vroeger was innovatie meer dat er een nieuw gereedschapje bij kwam. Een telefoon of een bepaalde softwareprogrammaatje. Bijvoorbeeld een virusscanner of zo. En nu is eigenlijk die technologische innovatie veranderd eigenlijk zelf de hele relatie tussen mensen die het gebruiken. Zoals bij de Uber-app, dat er niet meer een tussenbedrijf met secretaresses, maar je werkt via een algoritme. En niemand roomt ook meer geld af. Dat, nou ja, behalve dan de appmaker. En dat is eigenlijk ook wat podcasts zelf ook doen. Dus dat is een nieuwe relatie tot eigenlijk mensen die wat te zeggen hebben. Of waarvan de podcastmaker van denkt dat hij wat te zeggen heeft. Want dit is natuurlijk ook iemand, ja, het is een raar figuur. Hij is extreem rijk. En het is ook iemand die in het praatcircuit zit. Maar ja, wel als superinvesteerder. Hè? Het is wel iemand die, hoe zeg je dat ook alweer? Put your money where your mouth is. Dus iemand die zakken geld verdeelt. Hij is heel machtig. Ja, en het is interessant om zo iemand te horen praten. En dat hij dus wel op dat soort vrij eenvoudige vragen eigenlijk. Van hoe zie je de ontwikkeling van de techniek in de afgelopen 20 jaar? Bats. Ja. Daar heeft hij gewoon steeds de grote greep. En hij schiet. En ik vind ook dat dat ademhalen van hem vind ik leuk. Dus hij kan dan niet, hij moet dan ademen. Dan. Dat bedoel ik. En dan zit hij zo een beetje zo. Ja, daar wil ik ook nog meer over vertellen. Maar ik moet eerst even ademen. Ja, Mark Andreessen is ook vaker te gast geweest bij hem en sindsdien ook bij andere plekken. En eigenlijk is het als je een inblikje wil, een inkijk wil in de Silicon Valley ziel, dan is hij heel goed. Dan is hij wel echt de man. Ja, en tegelijkertijd, ik bedoel, je hoeft hem niet heel gedetailleerde dingen vertelt hij niet. Hè? Dus het zijn grote lijnen verhalen. Ja, ik hou daarvan. En ook, ik heb bijvoorbeeld begrepen
begreep niet, ik kreeg daar mijn vinger niet achter, want Elon Musk had dan bijvoorbeeld zo'n noodbrief geschreven over die AI en gevaarlijk. En ik dacht, ja, maar hij doet het zelf ook en hij heeft mee geïnvesteerd. Ja. En dan met die Sam Altman, weet je wel, hoe zit dat dan? Dat is een soort soap, maar waar je dan wel het gevoel hebt van, ja, maar dit gaat wel ons leven beheersen. Ja. Dus hebben ze eerst samen met Sam Altman AI eigenlijk begonnen, waar ChatGPT uit is gekomen. Dan Elon Musk, die is dan boos en gaat weg en stuurt dan zo'n brief, heel die AI supergevaarlijk. Nou, I'm lost. En dat zet Mark Andreessen dan ook zo even in drie pennenstreken neer van hoe dat dan zit. En ik, oh. Maar wat doet dat met jou emotioneel? Mij doet het heel veel emotioneel. Ja, ik merk het, ja. Ja, emotioneel, dit soort dingen ietsje minder. Ik ben ook niet relaxed. Ik snap niet dat je daar verliefd op bent. Daar moet een andere keer over hebben. Misschien. Ja, maar gewoon. Dit ook gewoon nerd stalking. En het heerlijk om te volgen. Ja. En, nou, ik gebruik. Lex is ook wel iemand die vooral beroemdheden vraagt. Dus dan is het gewoon ook gewoon. Ja, ook wel een soort ordinaire nieuwsgierigheid naar hoe de rijksten. Ja, maar hij vraagt. Praten over. En dan valt het eigenlijk. Je ziet dus bij zo'n Jeff Bezos. Die toch min of meer door het ijs zakt. Maar heel veel gasten, zoals bijvoorbeeld Elon Musk. Maar ook die Andreessen. Dan valt eigenlijk. Dat je dus eigenlijk ontdekt van hoe complex die gasten kunnen duiden wat er speelt in de wereld. Dat valt mij dus echt ook bij zijn Andreessen ook op. Dat je ook echt denkt van het is echt behoorlijk niveau wat hij heeft. Het valt me helemaal niet tegen. Het is eigenlijk dus ik vind het vooral interessant. En ik vind dat adempje en zo, dat vind ik natuurlijk allemaal. En hoe die cynisch zitten prikken naar wetenschappers of naar overheidsmedewerkers. Dat vind ik allemaal hartstikke natuurlijk genieten. Ja, nou, ik moet toch even. Maar emotioneel. Gewoon geïnspireerd. Dat doet het bij mij. Maar misschien is geïnspireerd bij mij iets emotioneel. Dat zou kunnen. Maar. Je bent een vrouw, hè? Ja, ik ben een vrouw. Ja, gelukkig. Maar wat ik bij Lex. En dan vind ik hem echt intelligent. Dus hij doet ook heel veel over dark matter. En over kwantummechanica. En over UFO's. En hoeveel weten we nou eigenlijk over het heelal? Ja. En dan vraagt hij in ieder geval vragen. Dus ik zou het hier niet zo goed aandurven. Omdat ik dan denk, nou, kan ik überhaupt wel een vraag stellen? Ja. En dan vind ik hem daar heel erg on the case over. Maar ook met zo'n Mark Andreessen, omdat hij natuurlijk zelf programmeur is. Hij weet echt zelf ook heel veel van dat onderwerp. Ja, ja. Het is meer bij die celebrities. Dan is het wat licht. Maar ik vind het ook leuk dat hij juist die hele grote, maar ook super nerds heeft. Ja. En die mix vind ik heel interessant. Ja, hij is natuurlijk zelf trouwens ook nog best vermaard voor zijn leeftijd. Computerwetenschapper. Dus hij is niet zomaar iemand Lex, hè? Lex is ik denk dat hij ook nog wel verbonden is aan de universiteit als computerwetenschapper. En hij is ook niet, zeg maar, iemand die een beetje meedoet. Maar het is niet voor niks dat Elon Musk met hem kwam praten. Nou, en daarnaast. Dus hij weet echt wel van de hoed en de rand. Ja. Alleen, dat is zeg maar meer engineering. Dus ICT engineering en dus natuurkunde. Ja, dat is natuurlijk een heel andere wereld. Dus dat merk je ook wel in zijn vragen. Dat die tech-nerds ondervragen. Dat vind ik zelf het leukst. Maar ik snap wel dat jij het ook inspirerend vindt om die natuurkundige te horen. Dan vind ik hem zelf, dan gaat hij gewoon door de inhoudsopgave heen, voor mijn gevoel. Nou, dat mag ook, dat mag ook. Ja, dat zou kunnen. Nou, zullen we naar ik wil nog even één ding zeggen. Ik luisterde eigenlijk alleen naar Amerikaanse en Canadese podcast. En dat beïnvloedt en vervuilt mijn taal. Daar krijg ik ook hier best wel veel commentaar op in de comments. Ja, ja. Omdat ik het zo verluister. Ja. Ga ik ook heel veel toch woorden daarvan overnemen, blijkbaar. Tuurlijk. Maar luister jij naar Nederlandse of heb jij, wat is jouw oriëntatie? Nee, ik luister ook wel vooral naar buitenlandse podcasts. Maar ik moet zeggen, mijn media arrangement, mijn media dieet is ook wel zo dat ik de Nederlandse kranten volg. Dus FD, Volkskrant, Telegraaf lees ik. En NRC. Dus vier kranten. En dan lees ik de podcast voor het alternatieve nieuws, zeg maar. En de podcast ook voor specifiek nieuws. Maar mijn werk en mijn studieinteresse is eigenlijk meer alfa. Hè? Dus dat is meer geschiedenis, filosofie, poëzie. Dus dat is weer wat anders. Daar luister ik ook podcasts over. Daar lees ik ook wel eens wat over. En gewoon boeken. Maar ik denk over het algemeen gesproken, de mainstream media volgens de krant. En op YouTube volg je eigenlijk dingen die meer obscuur zijn. En daar haaks op staan. En dat is ook met Twitter. Daar vind ik dus dat zijn voor mij ook wel echt andere bronnen.
Het zijn dingen die soms ook wel in de krant komen. Ik vind ook echt daadwerkelijk, als je wilt weten over Silicon Valley of over bedrijfsgeschiedenis, dan vind je gewoon nauwelijks iets over in het Financiële Dagblad. Dus je moet daarvoor echt naar die podcast. Ja. En dat vind ik ook met obscure interesse in spiritualiteit. Of, is dat obscuur? Nou, ja, dus niet iedereen geïnteresseerd. En het dat is iets ook, anders. En het mag ook niet, hè? Dus eigenlijk. Van wie niet? Nou ja. Van ons toch wel? Ja, van ons wel, ja. Maken zelf de wereld toch ook? Ja, is wel zo. Maar het is natuurlijk ook iets wat je, waar, je vanzelf, waar je zelf ook denkt van ja, het is natuurlijk iets, het is een taboe thema geworden. Wat ook vind bij podcasts is dat, en dat is bijvoorbeeld dan ook bij Lex. Je beschreef net wat hij dan doet. Bij Joe Rogan. Die doen allemaal 3-4 dingen tegelijk. Dus die zijn dan heel succesvol in zo'n podcast. Ja. Maar dat is een soort, alsof dat een soort losjes bij is. Terwijl wij weten ook hoeveel voorbereiding dit kost. Maar bij mij is het niet anders. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ja. Ik coach MKB-vrouwen. En ik doe de nieuwe wereld. En het kost heel veel tijd. Dus er wordt ook een soort ander. Kijk, als je eerst radiopresentator was of zo, of tv-presentator, dan was dat je baan. Ja. Maar bij podcast is het ook zo, dat doe je er losjes bij. Ja, ja. En daarnaast moet je dus nog oriënteren op de wereld. Nou, wat jij net allemaal schetst, dat kost natuurlijk toch heel veel tijd. Jij bent vader, je hebt 2, 3 kinderen. Ja, ja, 3. 3. Dus ja. Mensen vragen ook vaak aan mij, hoe doe je dat? Ja, waar haal je de tijd dan vandaan? Ja. A, om het allemaal te beluisteren. Goed selecteren. Ja, en ik ben wel ook de kranten. Ik lees wat ik interessant vind. Dus ik ben wel goed in selecteren wat ik lees. Ik lees heel veel boeken half. Ik lees honderden boeken half. Dan denk ik gewoon, nee, toch niet boeiend. Dit hoofdstuk is genoeg. Er zijn maar weinig boeken waarvan ik echt denk, dit, of nou ja, weinig. Er zijn er nog steeds veel. Maar en die lees ik, die herlees ik. En zo is het ook met podcast. Ik probeer al die lexen, die luister ik bijna allemaal wel een half uur. Maar die zijn er is maar een selecte die ik helemaal, een groep die ik helemaal uitluister. Maar dan overigens, Andreessen en Musk horen daar wel bij. Maar Jeff Bezos bijvoorbeeld, die gisteren online kwam. Maar ik heb denk ik wel een uur naar geluisterd. Maar toen dacht ik echt, die gaat gewoon niks meer gebeuren. Dus je moet wel. Maar doe je dan zo met het nieuwe kindje zo op schoot en dan een podcast op? Nou, ik luister sowieso wel met kinderen erbij ook als podcast. Absoluut. Maar ook wel met mijn eigen kinderen. Hun podcast. Dus ik neem ze ook wel mee in dat ze dat leren luisteren. En ik lees ook met hen. Dus dan lees ik. Kijk, als je alleen maar op je telefoon zit, dan laat je niet zien wat lezen is. Dus daarom heb ik gewoon papieren kranten thuis. En ik lees heel veel de krant. Ook in het weekend en zo. En dan ook uitdrukkelijk ook met als doel. Ik ben natuurlijk wel een vader met een beschavingsideaal. Dus ik laat mijn kinderen zien van, nou, je kan ontspannen met boeken. Erg, hè? Dan zitten ook mijn kinderen allebei te lezen. En dat is ook niet erg. Het mag ook een Donald Duckje zijn. Maar liever literatuur. En dan de baby gaat dan ook, pakt dan ook het gaat dan ook in een boek knabbelen. Dat ja, nee, ik zo werkt dat, vind ik. Ik herken dat. Mijn dochter Zilver, daar is ook een foto van. Ja, dan kan ze net zeg maar op de wc zitten. En dan zit zij met de Volkskrant. Ja. Maar dat heeft ze natuurlijk altijd bij de moeder gezien, zeg maar. Ja. Weet je al, van overal wordt de krant gelezen, boeken gelezen, overal liggen boeken. Maar dat talent waar je net over begon, hè, dat vind ik nog wel belangrijk iets om hier te verkennen. Want ik vind het altijd leuk om juist een podcast te luisteren, om te kijken van hoe veelzijdig mensen zijn. En dan ontdek je wel dat eigenlijk heel veel mensen veelzijdig zijn. En dat het ook leuk is om dat te zijn. Om een hobby, om rare hobby's te hebben en om bepaalde aspecten helemaal uit te diepen in je leven. En die podcast maak je daar ook echt enthousiast voor. Want soms denk ik ook wel eens, ja, moet ik dat nou helemaal gaan uitzoeken? En dan luister je zoiets en denk je, ja, tuurlijk, weet je, er zijn meer mensen die dat doen, daar kan je mee praten. Waarom niet eigenlijk? Nou, het is een dus het idee van een multitalent worden, van iemand die de verschillende ballen omhoog gaat, dat vind ik juist heel stimulerend van podcast. Dat ze jou dat laten zien. Dat ze altijd nog een vraagje extra stellen van, wat vind je eigenlijk van vaderschap? En dan vertelt Elon Musk eigenlijk een heel raar verhaal. Hè? Want hij heeft meer dan 10 kinderen die hij nauwelijks ziet. Maar bijvoorbeeld dan zegt hij wel dat hij daar het meest tot rust komt. En dat hij het meest eigenlijk het intiemste van zijn leven vindt. Dat hij dan een paar dagen bij een van zijn vrouwen met kinderen is. En zo. Ik neem dat dan toch mee. Voor mij is dat niet. Ik zou zo niet willen leven. Hè? Dus even voor de duidelijkheid. Nee, maar het is in ieder geval toch. Je kijkt dieper in een mens. En inderdaad ook in zijn privésfeer. En nou, sport, ook bij Lex, hè, die sport ook heel veel. Maar ook Joe Rogan. Vechtsport ook van. Vechtsport. Die zien veel vechtsporten. Heel veel vechtsport. Dus dan ook Elon Musk heeft dan ook. Hoe heet hij van. Zak.
Zucker. Hij heeft Zucker uitgedaagd, maar die wil dan niet. Ja, hij heeft een hele podcast gemaakt over dat hij begrijpt dat hij dat niet doet. Want Elon is zwaarder en gaat hij helemaal berekeningen maken dat hij in iedere soort sport zal winnen. En dan roept hij hem ook op van nou, hè, Zuck, als je met mij wil vechten, maakt niet uit welke sport, maakt niet uit welke wapens. Ik zeg sowieso ja en dan vernedert hij hem gewoon publiekelijk. Ja, maar er zit ook heel veel joy in van dat het leven... Ja. Joy is. En dat het dat leren leuk is. En dat kennis tot je nemen leuk is. Dat scheppen mooi is. Het is zo niet een destructief wereldbeeld. Hè? Het is heel erg met hoop doen. Heel actief in het leven staan. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een soort kick is. Wat ik dan ook voel. Want zo heb ik... eigenlijk best altijd wel in het leven gestaan. Maar dat zie ik niet altijd heel erg verklankt in mijn eigen omgeving. Hè? Omdat mensen dan toch, ja, een beetje het cliché, maar in zijn algemeenheid toch wel, weet je wel, 's avonds voor de tv willen zitten. En niet een heel, weet je wel, niet zo'n heel nieuwsgierig mens is. Ja. En ik heb mezelf altijd best wel een beetje zo alleen gevoeld in zo'n nieuwsgierig, actief mens te zijn. Ja, je bent wel een heftige vrouw in de zin van wat jij doet, doe je met heel veel aandacht. Hè? Dus... Ja, ik doe het met heel veel aandacht, maar ik doe ook echt heel veel. Terwijl de meeste mensen, of tenminste, dat is een beetje een vooroordeel, maar heel veel mensen, ik ben benieuwd hoe de kijkers dit zien. Ja, want ik weet eigenlijk observatie over Marlies. Nu al een theorette, maar een hele zwakke theorie. Maar je kunt natuurlijk met heel veel aandacht en concentratie in het leven staan. En aandacht is meer ook wat je voor familie hebt of wat de literatuur lezen. Daar moet je ook heel veel geduld voor hebben. En concentratie is natuurlijk echt dat hele penetrerende kijken van hoe zit het nou precies, principieel, echt iets boem boem, heel gestructureerd. Maar het zijn allebei vormen van intensiteit. Maar jij hebt dat heel vaak, vind ik. Ja, ik heb dat heel erg. Je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon maar een beetje rondhangen in het leven en gaan, go with the flow, ook een beetje saai, ongestructureerd. En ja, wij hebben daar allebei minder last van, maar jij bent wel echt soms een beetje een monster wat dat betreft. Ja, ik ben daar echt een monster in en daarom ben ik best moeilijk clickable. Ik ga gewoon een Lex Freeman doen. Hey, jij zou wel een keer een leuke gast zijn voor bij Lex. Ja, nou, nee, maar ik heb dus... Zou je dat doen en durven? Ja, ik moet je wel even vertellen, hè, over je bedrijf. Ja, maar ik weet niet of ik een interessant genoeg verhaal heb voor Lex. Maar het is meer, ik bedoel meer Lex, van dat je hart opent. Kijk, omdat ik zo intens ben daarin, heb ik het gewoon best vaak moeilijk met mijn omgeving. Ja. Dus dat, of mijn omgeving met mij. Dus dat vinden ze veel te intens. En wat jij zegt, de meesten zijn toch een beetje meer van... ik leef ongeveer en veel leisure. En wat ik dus ook zaterdag zei, ja, iedereen drinkt. En ik vind heel veel mensen heel, maar helemaal niet gefocust. Ja. En een beetje te tralala. En daar heb ik dan gewoon moeite mee. Dat vind ik gewoon, denk ja, maar je haalt niet alles uit het leven. En in die podcast zijn dan allemaal mensen die... Ja, waarvan ik in ieder geval mijn bloedgroep voel. Je hebt wel humor, dat vind ik leuk daaraan. Als je zo serieus bent, nou, je zit al heel vaak een schaar te lachen met jou. Dus misschien ben je dan niet degene die moppen had, maar je bent dan degene met wie je heel goed kan lachen. Oké, okay, ja. En dat lantefanteren, dat doe je inderdaad niet. Maar het is wel allemaal met heel veel mensen die heel serieus zijn en allemaal ballen in de lucht houden, die worden ook een beetje verbeten. Hè? Dus die raken gestrest, omdat het natuurlijk eigenlijk te veel is. Maar dat merk ik ook echt nooit iets van bij jou. Nee, want ik vind al de nieuwe gedachten weer leuk. Ja. Dus ik zit niet vast daarin. Maar wat zou jouw advies aan jonge mensen zijn, Marlies? Op welk vlak? Dit is de Lex-vraag, hè? Ja, dat zegt Lex ook niet. Lex zegt nou, ook... zo ervaar ik Lex helemaal niet. Dus op wat voor vlak? Nou, een jonge vrouw. Een jonge vrouw die volwassen wordt, wil worden. Gewoon in zijn algemeenheid. Ja, in zijn algemeenheid. Nou, dat doe ik natuurlijk best vaak. Is dat zo? Mm. Want dat zijn die MKB-vrouwen die je advies geeft? Ja, onder andere. Maar ook gewoon in mijn privéomgeving. Hmm. En dan... ik heb dan wel het leven geleefd. Of ik ben aan het leven. Hè, dat een vrouw kansen krijgt. En die heb ik met beide handen aangepakt. Ja. Maar it comes with a price. En zeg maar je vrouwelijkheid daar bijvoorbeeld in bewaren en bewaken, vind ik, is best een uitdaging. Wat is vrouwelijkheid voor jou? Nou, vrouwelijkheid, dat kan bijvoorbeeld toch ook praten vanuit het hart, wat ik hier probeer. En doen mannen dat minder dan? Nou, daar heb ik helemaal geen idee of oordeel over, maar ik heb het wel zeg maar ervaren, dus toch in een wat hardere zakelijke omgeving. Hmm.
neem je toch heel snel een wat... neutralere houding in. Ja, neutraler of toch een meer geharnast. Ja. Geharnaste manier van communiceren. Hm. En ik denk dat me dat veel gebracht heeft. Maar tegen jonge vrouwen zeg ik wel. Ook bijvoorbeeld tegen mijn eigen dochter. Weet je ook zo. Ja, ik wil carrière maken en dit en dat. Ja, maar vergeet niet de andere kant. Er is echt ook een andere kant. Wat heeft het leven jou ontnomen, Marlies? Nou, het is niet dat het per se ontnomen is. Maar het is wel... Naar vrijdagavond verplaatst. Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Wel, ja. Heb je ook nog een relatie? Ja, vrijdagavond. Nee. Zien we elkaar. Dan gaan we lekker dineren. En dan zitten we samen in ons powerkoppel te praten over onze dochter. Nee, omdat ik die de rest van de week op de opvang zit. Nee, ik ben heel handig met tijd. Dus ik heb altijd tijd. Dat is echt zo. Ik heb altijd tijd. Maar hoe kom jij handig met tijd? Wat is ik ben gewoon handig. Uitspraak? Ja, ik ben gewoon handig met tijd. Je bent goed georganiseerd. Ja, ik denk het. We gaan naar de volgende uitzending, naar de volgende clip. Maar dit gaan we zo meteen continueren, hoor. Maar goed, even afmakend van ga ervoor, maak carrière. Maar ik zou wel zeggen, bewaak ook de vrouwelijke kant. En dat bedoel ik meer de zachte kant. Hm. Kinderen krijgen, een partner. Toch weer een beetje wat conservatiever mensbeeld. Want dat is toch ook belangrijk. Dus om daar de balans in te vinden is best een uitdaging. Wat zeg je dat mooi. Ja, dus dat is zeg maar wat ik dan altijd als tip geef aan vrouwen. Denk je, sorry hoor, we gaan zo naar het volgende tip. Maar ja. Denk je dat je daarin wat meer mannelijker of wat meer vrouwelijker denkt? Want de meeste vrouwen die ik ken, die zijn juist goed in het bewaken van relatietijd en nadenken over de familie. Het is natuurlijk juist van oudsher juist de publieke sfeer en de werksfeer die de man aantrekt. Maar jij bent eigenlijk een vrouw, een heel ondernemende vrouw. Dus... Ja, dus dat is wel het grappige aan jou, dat je dus eigenlijk daarin juist de masculine lijnen goed plannen, goed veroveren, deadlines halen, heel gepassioneerd. Terwijl de vrouw misschien meer zegt intimiteit, het gezin, maar ik moest 6 dus, uur eten. Ik heb dus hard mijn best moeten doen voor die kant, om in ieder geval beide in mijn leven te... Maar hard je best voor jezelf, in jezelf. Wat zei je? Had je best voor jezelf? Of dat je dit veel voor moest doen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, dat is natuurlijk altijd bij een vrouw. Weet je, dat wordt, ik bedoel, je baardkinderen, je bent zwanger. Ja. Maar bij sommige vrouwen komt het aanwaaien. Nee, maar als je gewoon zo'n carrière. Dus dat is meer van als een vrouw bij mij komt met de vraag. Want ik mocht hem zelf inrichten. En die komt met de vraag van: ik wil echt helemaal gaan voor carrière. Dan zeg ik: go for it. Maar bewaak ook die kant. Dat is het meer. En dan misschien vrouwen die jij kent, die dan meer al sowieso die vrouwelijke kan bewaken. Maar ik heb veel vrouwen ook geïnterviewd. Dus dat was geen gesprek, maar geïnterviewd. Ook voor mijn eigen tijdschrift. Die flink carrière hebben gemaakt, ook internationaal. Of dat nou in Rusland was, of in Amerika, of in Zweden, of whatever. Over heel de wereld heb ik die vrouwen echt carrière chicks. En allemaal zeggen ze dit. Nou, allemaal zeggen ze van... Laat het ons weten, kijkers thuis, van of jullie dat herkennen. Want, misschien zijn er ook nog niet heel veel die zo rukzichtloos voor carrière gaan. Hè? Ja. Deze vrouwen zijn allemaal in de top gekomen. Ja, maar dat zijn uitvergrotingen van energie die iedereen ervaart. Hè? Kom, we gaan nu naar de volgende keer. Oh ja, de volgende. You know, you go back to your point about trying to sort of paint a picture, a mental picture of 5 years ahead. I know you had talked about that at some point in a lecture, and that's actually, I give you some credit for me sitting in the chair I'm in now, because I have done that from your recommendation. I did your self-authoring program and all, maybe 2 or 3 years ago. And, you know, the thing that really spoke to me the most though was, your story about your friend Chris, because I'm Chris. And, oh yeah. And I was really, oh man. And I was, you know, you talked about your friend Chris being an aspiring musician and getting high all the time, and like, and I, if I recall correctly, Chris was from what I could interpret, like with my own experience, maybe he was even experiencing some like cannabis induced psychosis and all. I remember the story. I think it was Chris that was in the other room, and like, I realized like maybe I'm Chris, you know?
So yeah, well, there's part of the reason I wrote about my friend. He eventually committed suicide at about the age of 40. After he phoned me one night, he had got a bunch of his short stories published in a small book, in an anthology from Northern Alberta. And he's actually a pretty good short story writer. He was a good photographer, too. He was quite a brilliant man, this friend of mine. And he did smoke too much pot, and it wasn't good for him. And maybe there was something else going on there, too. But he became very bitter and resentful. And partly because, you know, he regarded his own ambition as evil. He was one of these demoralized young men, an early version of it, a sensitive person, and easily made guilty. And the constant harping about, you know, the evil patriarchy and the terrible consequence of male ambition just absolutely did him in, you know, and it played into his own unwillingness to accept responsibility in a kind of pathological way. It was very sad. Like, I knew him for years, and he lived with me in Montreal when he was old. Ja, Jordan Peterson die ontvangt hier Oliver Anthony. Dat is een muzikant die opeens de eter ingeschoten werd met zijn gitaarliedje over rijke mensen North of Richmond. Met rood haar, rode baard. Ja, met rood haar, rode baard die niet zouden geven om zijn type. En het is de vraag of het een eendagsvlieg is of dat het inderdaad een nieuwe artiest is. Maar het was vooral de tekst, denk ik ook. Hè. Mensen enorm. Het was eenvoudig, alleen gitaar. Ja. En die tekst, die zijn misschien wel iets wat in de buik absoluut van de samenleving nu zit. Moet ik uitkijken met wat ik ga zeggen, maar ik dacht dat iemand als Johnny Cash of zelfs Bob Dylan ook niet per se bekend is vanwege hun muzikale arrangement. Mm-hmm. Dus het is altijd een combinatie van tekst, van nou zeker zo'n Cash, van een bepaald soort ritmes, oerritmes, die dan diep resoneren. Dus dat hoeft niet je hoeft niet technisch supervaardig te zijn of iets heel bijzonders te doen met een koor en een band. Je kan op zich met een gitaar alleen natuurlijk mensen diep raken. Nou, dat gebeurde hier. Ja. En in zekere zin ook wat podcasts doen. Hè? Dus heel simpel, uitgekleed, gewoon met iemand gesprek voeren. Dus het is ook wel weer een interessante analogie. Anyway, hij komt daar dus en hij vertelt, dat is echt een waanzinnige podcast, want jij vond hem niet zo super, maar ik vond hem waanzinnig in de zin van Jordan Peterson is natuurlijk de afgelopen jaren heel beroemd geworden. En hij is daar ook trots op. En hij is ook energiek en hij gaat door de wereld heen en hij vertelt en hij gaat naar congressen en hij is gewoon heel druk met zijn nieuwe leven. Hij is geen hoogleraar meer. Hij heeft volgens mij geen mensen meer in therapie als psychiater. Hij is ook afgenomen. Hij is nu gewoon echt celeb geworden. Maar ook wel in de kapitalistische zin. Dus hij verdient er ook genoeg aan. Daar vertelt hij ook zijn hij gaat met een privéjet. Ja, zijn oh ja? Hij gaat met een privéjet. Oh, dat wist ik niet. Ja, want hij zegt, ja, nee, die lijndiensten, dan haal ik het niet. Ja, dus hij heeft nu gewoon een privéjet waarmee hij dan dus gewoon over de wereld reist en zijn verhaal doet. Ja, wauw. We moeten een keer samen naar een van die verhalen toe. Het kwam steeds niet uit. Hè? Hij is nu geloof ik weer in Amsterdam geweest. Dat was eerder al in Rotterdam. Maar in ieder geval, gedurende dat gesprek wordt dus duidelijk dat hij eigenlijk ook Oliver Anthony een beetje wil als een soort wijze man die het al bereikt heeft, de roem al weten verdragen en zo. Gaat uitleggen van hoe hij zijn leven moet inrichten en dat hij een contract moet tekenen bij Sony of zo. En gedurende dat gesprek wordt dus duidelijk dat Oliver Anthony, dat hij notabene de cursus bij Jordan Peterson heeft gedaan over wat voor karakter heb je en zelf een biografie schrijven. En dat hij dat gedaan heeft en dat hij allemaal voorbeelden van Jordan Peterson werkelijk verinnerlijkt heeft. Zoals dit verhaal van die Chris. En dat het voor hem heel belangrijk is om te weten hoe hij zijn eigen lied zingt in de wereld. En dat hij dus kleinschalig wil blijven opereren en gewoon een normaal burgerlijk leven wil. En dat clasht eigenlijk met Jordan. Dus Jordan schrikt ook in eerste instantie dat deze artiest bij hem deze online cursus heeft gedaan. Dus dat vond ik een hele mooie spanning in het gesprek. En verder zit ook allemaal heel andere interessante dingen in. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van Chris dat hij aanhaalt. Dat moderne jongens ook gefrustreerd kunnen raken omdat ze geen man mogen zijn. Met ambities, omdat ze vooral meteen denken aan zichzelf als onderdrukkend. Dat ze anderen moeten helpen, omdat andere mensen toch zoveel geprofiteerd hebben. Zo onderdrukt zijn van hun profijt. Dat ze toch vooral geboren zijn met privileges. En dat ze eigenlijk schuld moeten bekennen voor de geschiedenis van de beschaving. En voor hun mannelijkheid. En dat is ook wel wat bij Jordan Peterson een heel groot thema is. Van je mag gewoon trots zijn op jezelf. En je verdient ook complimenten voor wat je bereikt.
Ja, dat is ik dat raakt mij altijd emotioneel. Ja. En dan gaat hij ook vaak huilen, hè? Dat is ook zo'n leuke... Dat mag, hè? Hij is natuurlijk echt een steenbokman, dus hij zegt altijd orde en ruim je kamer op. Maar ondertussen, hij breekt vrij snel. Ja. Maar dit keer in deze podcast dus niet. Dus dat vond ik heel opmerkelijk. Dus op een gegeven moment vertelt dus Oliver, die vertelt... Ja, ik heb dus bij jou deze online module gevolgd. En dan vertelt hij dus ook over die Christen. Het voorbeeld van Pietersen, een vriend van Pietersen die aan de drugs is gegaan en overleden is door zelfmoord. Maar het raakt hem niet. Dus dat vond ik heel gek, heel bevreemdend. Maar meestal is Jordan Pietersen in staat om empathisch uitwisseling. Ja, een heel diep connectie te maken. Dat kan hij natuurlijk als geen ander. Maar soms raakt hij zo overstuur. Dan raak ik ook helemaal mee overstuur. Dat vind ik bij hem altijd. Mijn hartslag gaat helemaal zo. Doordat hij, hoe hij praat. En ik bedoel, ik ben intens. Maar hij gaat dan echt zo. Dan kan ik zo helemaal niet lekker gaan. Maar even over podcast dan. Het lijkt dus alsof het Jordan overvalt met die informatie. En ik denk dat dat geldt bij ons ook. Wij doen allemaal, denk ik, nauwelijks voorgesprekken. Mm. Dus de verrassing ontstaat ook in het gesprek. Ja. Als ik voorgesprekken hou, en sommige mensen zijn een beetje zenuwachtig, dan doe ik dat heel kort. Zo kort mogelijk, maar liever niet. Zodat je zo spontaan mogelijk zelf ook verrast, zeg maar, wordt. En dat is natuurlijk ook zo tegenovergesteld met het gescripte. Kijk, ik ben 30 jaar toch al door mainstream media geïnterviewd. Een periode zo wel 3 tot 5 keer was ik wel ergens te vinden per week. Of het krant, radio, tv, whatever. Hm. Dus ik ben daar heel... En ging dat dan over nieuwe collecties of over jou? Ja, eigenlijk altijd over het vrouwenbeeld. Dus dat is toch eigenlijk opiniëren wel. Maar op een heel andere... Vooral zeg maar over... Emancipatie, feminisme. Maar tegenwoordig doe je dat niet meer, lijkt nee, wel. Nee. Dus ik heb... Daar zat bij mij dus wel op een gegeven moment een punt dat het werd steeds gescripter, steeds meer geframed, steeds meer... Dus ik heb natuurlijk toch wel een naam gebouwd. Ik heb 90% naamsbekendheid in Nederland. Als je dan vraagt, noem spontaan een Nederlandse lingerieontwerpster. Dat is natuurlijk heel hoog, dus daar heb ik ook aan te danken. Maar ik ben ook enorm geframed. Hm. Dus er is gewoon een soort idee van, ach, zij met die bandjes. Dan is ze ook niet failliet gegaan. Nou, punt, dat is dan het beeld van Marlies Dekkers. En dat is heel smal. Hm. En zeg maar, die vragen die ik kreeg, 30 jaar lang altijd hetzelfde. Nooit werd ik verrast. Eigenlijk ieder interview werd hetzelfde. Dat ik ook steeds meer ging denken. Maar daar heb ik ook heel lang over gedaan. Dat ik dacht, dit is toch eigenlijk best wel raar. En ik begon ooit, volgens mij was het HP de tijd, begon ik dan over Bataille. Want het eindexamenjaar ging ook over Bataille. En ik vond dat hij er bijvoorbeeld in zijn boek Het Oog is, dat volgens mij dat die vrouw dan gaat zitten met haar billen in de melk. Weet je, en daar is eigenlijk de blote billenjurk. Op die scène die hij daar beschreef, heb ik de blote billenjurk ontworpen. Maar ik zag, er was een soort error daar aan de andere kant. En na een paar jaar dacht ik, ja, ik moet veel simpeler gaan praten. Het moet veel eenvoudiger. Het moet... Ja. Nou, en op een gegeven moment dacht ik, ik ben gewoon een stripfiguur geworden. Het is zo raar. En dan op een gegeven moment met oortjes erin, als het dan op tv was. Ik raakte op een gegeven moment helemaal van overstuur. Ja. Echt overstuur. Ja. Ik zei, ik wil, mijn ziel wordt vervuild. Ik wil hier nooit meer iets mee te maken hebben. Mm. En toen ging Adme natuurlijk vragen, dat is inmiddels volgens mij 4, 5 jaar geleden, of ik dit wilde doen. En toen dacht ik, nou, ik ben in ieder geval niet bang dat ik het verkeerd doe, want ik heb zoveel slechte kwaliteit voorbij zien komen. En die verdieping heb ik zelf wel gezocht. Heel misschien kan ik, als ik aan de andere kant van de tafel zit. Mm. Maar kun je nog iets meer woorden geven aan wanneer voor jou een spontaan goed gesprek Als een bloem gaat bloeien, dat je echt denkt van wauw. Want dat gebeurt soms ook in jouw gesprekken. Dat je doet heel veel spontaan. En je hebt ook altijd trouwens netjes voorbereid. Dus ja, wat betreft, je bent ook wel 2 zielen in 1 inborst hoor. Ja, dus je zit ook wel, kijk ik wel eens op je papiertje. Nu staat er niks op, maar soms staat er ook gewoon keurig wat je dan gaat vragen. Dus dat heb je dan maar dan wijk ik ook gerust vanaf. Maar... Ja, oh ja, oké. Okay. Ja. Maar waar zit het hem in? Dat je echt denkt van wauw, dit is niet meer zomaar flow. Kun je daar nog woorden aan geven? Ja, nou ja, ik ben er wel in gegaan dat ik vooral heel erg graag ondersteunend wilde zijn. Hm. Die anderen heel erg wilde laten bloeien. Hm. Zo ben ik er wel in gegaan. En dat vond ik voor mijn eigen ziel ook goed. Omdat ik altijd soort de ster was, zeg maar. Hm. Ik dacht, het is wel heel goed als ik gewoon nu
bescheiden blijf. Ja, nou, dat niet om mij draait. Maar ja, goed, als je zo'n hoed opzet. Maar dat doe je nog steeds wel. Ook bij Wier Duk of bij het Nieuws van de Week. Dan stel je eigenlijk heel bescheiden op. Terwijl ondertussen, als ik jou dan opbel, bijvoorbeeld over... want een van de fragmenten die we zouden bespreken, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Dat was Walter Isaacson, die bij Alex Friedman is. Dan zeg ik zo een beetje los tegen jou. Ja, goed, ja, eerlijk gezegd, ik vond die andere biografieën... Het is een bepaald genre, hagiografieën. Dus heel enthousiast over Elon Musk en over... Maar het is wel leuk om te lezen. Maar dan laat jij doorschemeren van welke specifieke biografie jij dan wel heel goed vond. Ik geloof die van Einstein of die van Jennifer Doudna. Dat heb jij dan ook allemaal zitten lezen gewoon. Terwijl je geeft als een imago mee van ja, ik kom ook maar uit Rotterdam. En ik ga mensen een beetje spontaan bevragen. Maar ondertussen aan geleerdheid heel vaak helemaal geen gebrek. Dus dat ik, ja, maar... dan denk ik ook, hé, maar lees jij biografie? Hè? Want Ik lees gewoon wel ook veel. Maar daar probeer jij mij weer een beetje in te... uit te dagen, toch? Dat jij ook zegt van laat ook eens wat meer van jezelf zien. Ja. En ook van hoe je wereldbeeld in elkaar steekt. Ik voel dan soms toch, ja, toch een beetje van ik steek daar schil af tegenover academici. Het is ook een beetje een typisch vrouwelijke persona spelen, toch? Een beetje keren, een beetje. Nee, maar ik bedoel dat vind dat ik. Gewoon je echte oprechte bescheidenheid. Dat is wel oprecht. Mm-hmm. En, mag ik jou een theoretische vraag stellen? Denk jij dat je als individu veel verschil kan maken in de wereld? Want een van de leuke dingen aan podcasts vind ik, dat ik altijd weer bevestigd word in van de wereld is niet alleen maar noodzakelijke vooruitgang of toeval. Nee, als individu kun je echt verschil maken. Oh, maar zo ben ik geboren. Dat denk jij ook echt? Ja, echt. Dat denk ik echt. En voor mij zeg maar wat ik doe dus met die lingerie maak, creëren, ontwerpen, een heel bedrijf bouwen, wat best heel veel tijd en energie kost. Ik heb echt het gevoel dat ik met iedere BH een verschil kan maken of ieder setje, denk ik. Toen ik de doorstart maakte, toen ik failliet ging in 2013 en de doorstart maakte, was mijn toespraak ook, eerste toespraak weer voor het nieuwe team, in ieder geval die mee was gegaan. Toen zei ik, ja, hoeveel kinderen zullen weer geboren worden door wat wij doen. Ik hoop dat er een heel mooi erotisch spel ontstaat. Hè, dat die vrouw enorm geniet. En ik hoop die man er ook. En als daar dan ook kinderen uitkomen, dan heb ik het gevoel dat ik wel een verschil maak. En vrouwen noemen ook heel vaak zeg maar een Marliesje. Dus geen Marlies Dekkers. Heel intiem. Ik heb het gevoel dat ik echt contact kan maken. En dus het verschil maken. En mijn missie is, dus ook MKB-vrouwen die ik coach. Dus ik voel je uitgedaagd, ook als vrouw, dat die wereld jou roept. Ja. Wij maken met elkaar, shapen we de tijd. Ja, en nog even doorvragen. En doe dat daar dus in mee. Ja, geweldig antwoord. Even doorvragen nog naar jou. Zo'n Elon Musk, heb jij nou het idee van die maakt echt een verschil? Of heb jij meer het idee, haalt de toekomst naar het nu? Hij doet gewoon iets wat over een paar jaar anders toch wel zou gebeuren. Maar hij doet het snel en slaat er een slaatje uit. Of doet hij toch echt iets oorspronkelijks? Want soms krijg je toch het idee, bijvoorbeeld die computers en de AI. Iedereen is ermee bezig en Elon Musk ook. Ja, hij zit er gewoon bovenop, denk je dan? Of denk je, nee, hij maakt toch echt een verschil? Dan ga jij ervan uit dat de toekomst al vaststaat. Nee, dat is precies de vraag. En dat je hem dus naar je toe kan halen. Ja. En mijn mens en wereldbeeld is, die toekomst staat niet vast. En voel je allemaal uitgenodigd om hem met elkaar te maken. Hm. En ik voel dat ten diepste. En zeg maar, hier heb ik ervoor gekozen van bescheidenheid, zeg maar. Ik wil anderen laten floreren. Maar ja, onderdeel van podcast is ook weer dat je jezelf laat zien. Ja. En dat je dan dus zeg maar daar toch ook inderdaad een kleine bijdrage aan levert. En daar ben ik misschien in aan het groeien. Maar daar sta ik volgens mij heb je het nu wel gedaan. Niet zeker op mijn voeten, zeg maar. Maar dat is wel iets. Je hebt ook een hooghak aan. Ja. Dat heb ik zeker. Dat zou ook nog maar kunnen. We moeten volgens mij heel ernstig af gaan ronden. Ja, maar de mensen moeten even laten weten wat ze nou vinden zelf van het idee. Hè? Heb je als individu maakbaarheid in het leven? En er zijn zeker die grote bekende mensen zoals Thorbeck of Elon Musk. Maken die nou echt het verschil of halen ze gewoon alleen maar de toekomst naar het heden? Ja, dat is een groot vraagstuk. Het vraagstuk van de biografie. Hè? Maakt het individu uiteindelijk een verschil? Heel benieuwd naar wat jullie zeggen. Word lid. Dat is heel belangrijk. We kunnen nog zulke leuke gesprekken maken. Ja, doneer voor de eindejaarsactie. En laat even weten wat podcast uit afleveringen zijn die jullie echt geweldig vonden. Zodat wij die ook kunnen bekijken. Ja, maar wij hadden er iets van 8 geselecteerd. We hebben maar 2 gekeken. Hebben we maar 2 gekeken? Ja, volgens mij hebben we maar 2 gekeken. Misschien moeten we dit gewoon vaker doen. Maar laat dat ook even weten of jullie dit een leuk format vinden. Het is wat reflecterender. En nou, dank Jelle.
Dank Marlies.